Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. Dit is een Top 11 video. Ik moet ook vooraf zeggen dat deze video gesponsord is door Top 11. Zij wilden graag dit spel voortbrengen aan het Nederlands publiek. En daarbij hebben ze mij gevraagd. En zoals je ziet spelen een aantal vrienden van mij spelen het ook. Mijn beste vriend José Mourinho. Natuurlijk verplaatst door Louis van Gaal. Gezien Louis van Gaal mijn vader is, is dat zo via een Facebook vriend van mij geworden. Raoul de Graaf speelt het ook. En Roel Struik is gewoon een no-liver. Die iedere speler al op zijn allerhoogst is. Daar wil je gewoon niet tegen spelen. Maar voor de mensen die Top 11 niet kennen, het heeft heel veel weg van OSM. Ik ga heel eventjes de taal op het Nederlands zetten. Dat is voor jullie wat makkelijker om te volgen namelijk. Even kijken. Kies taal. We zetten hem heel eventjes op zijn Nederlands. Daar staat hij dan Nederlands. Taal veranderen. En hier staat hij dan lekker op zijn Nederlands. Zo is het allemaal een stuk makkelijker. We gaan weer naar het hoofdscherm. Je ziet hier dat ik mijn wedstrijd tegen Roetmaf FC met 3-1 heb gewonnen. We hebben gewonnen zoals gepland. We waren goed in het onderscheppen van de bal. En Wilmer van Oeveren was simpelweg briljant. Maar dadelijk ga je zien dat Wilmer van Oeveren in één keer Mark van Harte Hard Dynasty kan worden. Ik ga jullie zo uitleggen waarom. Eerst ga ik jullie eventjes laten zien. Ik ben nu momenteel op de competitie vierde. En je ziet hier bij 1 tot en met 4 ben ik blauw. Ik ga namelijk de Champions League in als ik dit volhoud. Want ik heb in 14 wedstrijden 23 punten. De laatste 3 wedstrijden heb ik gewonnen. Omdat ik een paar aankopen heb gedaan die heel erg goed spelen. Ik speel het al een paar weken nu. En ik ben nu net een beetje aan het snappen hoe het allemaal werkt. En zo gaat het best goed. De laatste tijd heb ik een heel erg goede vorm. Deze spelers een stuk minder. Maar als ik zo blijf ga ik in de Champions League. En dan ga ik vanaf daar proberen om bij de beste van de beste te spelen. En om te winnen. Deze mensen gaan voor de soort Europa League. En dan deze gaan gewoon... Ja, die gaan nergens in, want die zijn gewoon super slecht. Dan komen we bij het team aan. Je ziet hier eigenlijk al de kwaliteit van de spelers. Moraal en de conditie. Conditie is allemaal tip-top. We hebben hier Alex Hunter in ons team. Dat is nog eens lekker. We hebben gewoon fucking Alex Hunter van The Journey in ons team. Hij is 6 sterren. Het zijn voor de rest allemaal gewoon fictieve namen. Hier heb je dan 3 sterren, 4 sterren. Dat bepaalt allemaal hoe goed ze zijn. En je ziet hier Alex Hunter staat hier in het midden naast Lieveld. En in de spits staat Pucek. Maar het allerleukste aan Pucek is dat je ook de spelers zijn namen kan aanpassen. Dat gaan we wel eventjes doen. En als je dan hier links kleedt, kan je lekker zijn naam aanpassen. En gezien dit een 6 sterren speler is, ga ik Thomas Pucek heel eventjes noemen naar Mark Dynasty. Dan hebben we namelijk Marky in ons team als de middenvelder of de spits. Ik weet niet welke positie die is, bevestigen. Kostte maar 1 token die je gaat verzamelen door middel van sponsorcontracten. En dan hebben we hier lekker in de spits Dynasty. We hebben Marky in de spits. Wat een beast. Met zijn 99 PS zie je er vast al 5 in per wedstrijd. Dan hebben we hier Termate, dat is dan een beetje de zwakste schakel met 3 sterren. Ja, weet natuurlijk wie dat gaat horen. Dat was natuurlijk Milo. Regen. Het regen, zonnestralen en doelpunten voor Milo Regen in de spits samen met Hark Dynasty. Hebben we hier Sebastian Geurtjes, nou nu niet meer. Nu hebben we FC Roelie. Dat was onze linksback, die speelt ook linksback volgens mij als ik het goed herinner bij die wedstrijd tegen het RTL Sterrenteam. En hier speelt hij weer Roelie op linksback. Onze rechter sentiment hebben we Lieveld, nou nu niet meer. Hier hebben we natuurlijk Robbie Lucky Graaf NL. We hebben William Stout en de stoute man, dat wordt Matty FIFA Losovie. Die gaat lekker in de goal staan. Op rechtsback hebben we mij dan. Matthijs Hezerols, dat wordt de rechtsback van het team. En dan als laatste Fabiano Fernandez. Dan natuurlijk Koen DNP. Dat wordt onze linksmidden. Dan hebben we alle bankzitters in een squad. Die gaan natuurlijk alles winnen. Koen DNP. Nu zijn we gewoon niet meer te verslaan. Onze spelers dan als Wabiest. Alex Hunter. We hebben Mark Dynasty. Milo. DNP. Roelie. Hezerols. FIFA Losovi. En ook Lucky Gravenel. We gaan hiermee alles winnen. Daar heb ik helemaal geen twijfel over. Nog iets belangrijks bij je team is net als bij OSM kan je tactieken aanpassen. Je kan hier je aanval, kan je teammentaliteit, kan je dus verdedigend, normaal aanvallend, zeer aanvallend. Nadruk op gemixt. Je kan dus ook langs bij de flanken. Door het midden, whatever je wil. Manier van passen. Het kan allemaal aangepast worden en dat bepaalt dus ook hoe je spelers spelen. Je ziet dat Mark naar achteren gaat. Milo gaat altijd naar voren. Dus dat Hard Dynasty, ofwel Marky, dus een beetje de center forward wordt van het team. En op die manier de schaduwspits wordt die alles een klein beetje via passes probeert te spelen. Onze Totti van het team. Hij had hier nog je vorm natuurlijk van hoe ze goed zijn spelen. Zijn dus Dekkers hier 9-7-7-7-7. Doet het helemaal niet slecht. FC Roelie doet het ook niet slecht. En iedereen heeft ook zijn specialiteit waarin hij dan goed is. Dus hier het specialisme is dat hij waarschijnlijk van heel goed van afstand kan schieten. En hier zijn moreels niet zo goed. Dat ga ik heel even toevoegen naar zeer goed. Hoppakee. En dan is hij ook weer heel goed gemotiveerd voor de volgende wedstrijd. Ik heb ook nog een stukje opgenomen op mijn mobiel, omdat het natuurlijk vooral een mobiele game is. Je kan hem downloaden op de iPhone en op de Android, links natuurlijk in de beschrijving. En dit is dan de wedstrijd die ik moest spelen de volgende dag nadat ik deze opname had gedaan. Dit is de wedstrijd tegen Hitman FC, best wel belangrijk in. Want deze man was best goed en je kon zien dat ik vooral de highlights kon kijken, ik kon zijn team zien. Ik kon zijn ratings kijken en dan zou hier vooral de wedstrijd een beetje verlopen. Hij scoort hier met Carr in de 2e minuut. Ik dacht, nou dat is wel heel snel een doelpunt. Ik ga even mijn ding aanpassen, mijn tactieken, pressing style.
ging even wat harder voetballen. En dan hoopte ik op die manier dus met mijn nieuwe tactieken dingen ging winnen. En het beeld draaide zeker, want Mark Dynasty, de man die alles kan, scoorde na een assist van Milo Regen. De spitsen die het samen doen, de goal scoren, de 1-1. Echt een heerlijk doelpuntje. En later is het Milo Regen, die hem dit keer aangelegd krijgt van Hard Dynasty, Mark Dynasty. Je ziet daar lekker het kopje van Isa links in het scherm. Die wilde ook per se zien hoe het er allemaal aan toe ging. En ze stond dus 1-2 in een 28 minuut. Scoort hij wel nog, Carr. Hij scoort de 2-2. Dat was wel een beetje zuur. Maar goed, we proberen nog in de laatste minuut om terug te komen. Om die 2-2 weg te poetsen. Dat wordt wel heel lastig, want we hebben toen maar een paar minuten over. Hij ging de bal wegtrappen. En uiteindelijk eindigt de wedstrijd. En heb ik de wedstrijd gelijk gespeeld. Dat was best prima. En nu gaan we weer terug naar de PC. Dus ik zie jullie daar dadelijk weer. Op dit moment heb ik mijn meeste tokens gebruikt. Dus ik kan hier op de trainingmarkt kan ik hier kijken voor spelers. Hier is bijvoorbeeld centrale middenvelder. 4 sterren kost 330.000. Dus dan zou ik best wel langer moeten wachten. Maar ik ga er wel één bot op plaatsen. 300.000 muntjes. Op zich niet zo heel veel. Want het is wel een best goede speler. Hier eentje van 5 sterren. En hier eentje die 400k is maar. Dus die is helemaal niet zo duur. Want ik heb 4,4 mil. En die is 5 sterren. Dus daar ga ik heel eventjes ziek op bieden. Let's go. Opgeboden. Wie weet winnen hem wel. Je weet natuurlijk nooit. En als je die wint natuurlijk komt hij in je team en kan je vanaf daar een beetje gebruiken. Maar je moet ook je spelers fit houden. Je kan trainingen beginnen. Je kunt hier dan gewoon spelers selecteren. Kies alles. Dat doe ik dan klaar. Oefeningen selecteren. Kan je aanval, verdediging of fysiek, mentaal. Nou, ik begin altijd met de warming up, want die is niet zo heel intensief. En dan gaan we daarna altijd met paas, schiet, lummelen. En dan doen we daarna Carioca met ladders. En dan doen we klaar. Dan krijg je min 5 conditie op alle spelers. En dan gaan ze wel spelen. Dan spelen ze echt zwaar beast. Als we hier dan op begintraining drukken, krijg je paasga en schiet. Plus 1 snelheid, plus 2 schiet. En met de sprinten krijgen we dribbelen, snelheid erbij. En ook nog eens fitheid. Dus dat is chill. Fitheid zorgen voor dat ze niet te snel moe worden. En dan hebben we hier in totaal een prima training. En onze statistieken worden zo toch verbeterd. Dat is heel fijn. De training was oké, maar ik denk dat je een beter schema kan bedenken. Nou, dat gaan we dan in het vervolg doen. Na onze trainingen zijn we ook een level gestegen. Gefeliciteerd Matthijs, je hebt trainingsniveau 6 bereikt. Dan krijg je nieuwe statistieken of nieuwe trainingsoefeningen die je kan doen. Je nationale coachlicentie, plus 10 trainingseffect, plus 10 trainingseffect. Dat ga ik doen bij de paasga en schiet. Daardoor kan ik daarmee meer oefenen en leren ze wat meer. Dus dat is weer mooi meegenomen. Dan kan ik met die oefening dus veel meer bereiken. Min onder 1,5% conditie, dus dat scheelt weer heel wat qua ellende en de fitness van de spelers. Naast het noemen van je stadion, dat heet nu het Hazeros FC stadion. Dat gaan we natuurlijk veranderen naar het Bankzitterstadion. Bankzittersstadion. Hoppa. Nou daar heeft het dus een andere naam gekregen. Dan kan je ook nog alles aan je stadion en eromheen gaan aanpassen. Stadion parkeren, training en jeugd. Ik ben momenteel voor het stadion bezig bij de zitplaatsen. Grote upgrade, 600 extra zitplaatsen voor wat extra geld. Maar dat duurt nog best wel lang. Dat duurt nog 10 dagen voordat het eindelijk klaar is. Dus dat duurt nog wel heel eventjes. Dan is het wel weer voorbij en dan kan ik veel meer zitplaatsen aan. Dan verdien ik veel meer geld die ik goed weer kan gebruiken om nieuwe spelers te halen. En dan zie je hier mijn huidige schema. Ik heb dus hier 1-0 gewonnen, hier 0-0 gelijk. Hier ook al 3-1 gewonnen, dus dat ging wel goed. Hier had ik dan voor het eerst verloren op 27-10. En dan heb ik hier 3-1 en 2-0 gewonnen. Dus morgen om 2:10 smiddags moet ik tegen Hitman FC. Nou, dat teken Volkan. Hier staan allemaal de tijden bij. Dat is wel chill. En dan hoop ik dat ik gewoon nog een aantal win, want deze zijn allemaal niet de best in de league. En dan kan ik nog best derde of tweede eindigen. En dan kom ik nog veel verder in de Champions League. En dat zou helemaal mooi zijn. Dan mag ik straks gewoon nog steeds mijn allerbeste van de wereld gaan spelen. Let's go! Daarnaast kan je ook nog mensen scouten, zou je dat willen doen. Maar ja, die zijn heel duur, die kosten 39 tokens en op dit moment heb ik echt maar 22. Je kan die bijkopen, als je dat zou willen, maar ik doe het op een andere manier. Ik probeer ze gewoon via de club en dan op die manier aan sponsors te komen. Want hier kan je de sponsordeals hebben. Ik heb nu tv-rechten, daar krijg ik dus 28 tokens van voor 7 resterende dagen. En voor 13 resterende dagen krijg ik 600k. Dus dat is wel chill, dat zijn gewoon gratis bonussen waar je eigenlijk helemaal niks hoeft te doen. Dus dat probeer ik te regelen. En hier ga ik ervoor de volgende voor OH2. En dan moet ik dagelijks langskomen voor extra tokens. Duurt 10 dagen. En elke dag dat ik inlog krijg ik dan 10 tokens. En zo heb je voor iedere sponsordeal heb je dus verschillende vereisten die je moet voltooien. Om aan die tokens te komen. Die je uiteindelijk dus kan gebruiken om met je team beter te worden en meer te spelen. En dit is dan eigenlijk wat top 11 inhoudt. Ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gegeven van het spel. Ik hoop dat je het spel ook leuk vindt. Je kan het natuurlijk downloaden met de link in de beschrijving. Het is gewoon een app voor de App Store en voor de Android Market. Dus je kan het gewoon overal op spelen. Whatever je wil. Je kan het zelfs op de computer doen als je dat wil. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet niet een duimpje omhoog te laten. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.